Ja, volgens mij is de opname nu begonnen. Je moet altijd eventjes wachten voordat de audio begint te registreren. Ik heb deze uitzending... Dat is eigenlijk een per ongeluk. Want waar ik tegenaan liep, is dat ik dus een document in mijn bezit heb. Dat was ik helemaal vergeten. En dit gaat... Ik zal hem eventjes fully screeny doen. Dat werkt nog niet, of sorry, ja. Zal hem wel, hè? Dit kunnen jullie goed zien, hè? Kom op. Iets kleiner. Dit is de lijst van vragen. Verslag buitengewone raad buitenlandse zaken van 15 augustus 2014. En brieven repatriëringsmissie MH17 en stand van zaken vliegramp MH17. Nou, toen dat vliegtuig, zoals ze zeiden, boven de Oekraïne is neergestort met bijna 200 Nederlandse mensen erin. Toen was ik op vakantie in de Ardennen. En ik had geen vliegtuig, nee, ik had een Renault Clio. En die kunnen niet neerstorten. Ze kunnen er wel mee ophouden, maar ja, ik had een man bij me en die kent die Clio van Haver tot Gort, dus... Ik maakte me geen zorgen over de heenreis, nog over de terugreis. Maar die donderdag hoorden we dat wel. En ik was daar met twee andere mannen. En die ene was een homo. Dat mag je gewoon zeggen hoor, want dat vindt hij zelf ook. En ja, de volgende dag ging dus... Mijn vriend, waarmee ik daar was, dat is geen homo, want ik ben ook geen homo. Maar mijn volgende dag ging mijn vriend, die ging naar het dorp. En die heeft daar de trouw gehaald. Dat dagblad. Dagblad trouw. Want dat vond hij dan een goede krant. En die hele krant, die stond vol... Met allemaal hele gedetailleerde tekeningen van bukraketten. En persoonlijke verslagen van piloten. Dus donderdagmiddag was dat ding neergehaald. En vrijdagochtend zat ik in de Ardennen de krant te lezen. Nou is het rijden naar de Ardennen, dat kost je toch echt... Nou, minimaal 3 uur. En dan moet je ook nog die kranten in die vrachtwagens doen. Nou, dat kost je ook 1 uur, inclusief voorbereiding. Dus hoeveel uur heb je dan om al die informatie te verzamelen? Maar ze wisten alles al. Heel belangrijk was dat de ene piloot die zei... omvliegen rond de Oekraïne, dat kost te veel benzine. Dat is niet benzine, sorry, kerosine. Dat zei de ene piloot. En de andere piloot zei... dat valt wel mee hoor. Ja, dat scheelt helemaal niks. Ja, en wie moet je dan geloven, hè? En op die andere pagina stond dus dat een bukraket... die kan niet boven de 6000 meter komen... Sorry. En op en een stukje daaronder stond... Oh, een bukraket. Nou, die kan wel boven de 10 kilometer komen, hoor. Iedereen weet dat. Dus kortom, die vrijdagochtend... toen was alles al bekend. En dit zijn dan een aantal kamervragen, hè? Dus de buitengewone lijst van vragen. Er is een buitengewone raad geweest en hebben ze dus kennelijk... Oké, er is een raad geweest, buitengewone raad, buitenlandse zaken. Oké, wie zit er daar dan in? Dat staat hier dus niet. En dan heb je nummer en vraag, er zijn dus 2 kolommen.
moet even goed begrijpen. Dit is dus nummer. En dit is... Ja, ga weg. Pst. Dat is vraag. Ja. En dan nummer 1. Dat zijn dus A, B, C, D, E. Volgende pagina graag. Kom op. F, G, H. Oké, dat is allemaal. Dus tot aan hier. Ik wil echt die enkele pagina's vind ik. Dank u wel, dank u wel. Ik word helemaal gek. Dus hier begint dit is dus vraag. Dit is het begin van vraag 2. Heb je? Dit is 2a. Dat zien jullie toch ook? Of niet? Dan ben ik de enige die een bril heeft, hè? Dus vraag 1. Dat was dus tot en met H of zo. Fok. Sorry. Ik wil er niet. I. I. En dan heb je dus 2a. Ja, tot en met I. Ja, en dan nu gaan we dus echt braken. Ik ga braken. Dit is niet zo'n leuke mededeling van onze overheid. Dus de bulze van tot, dat klopt ook niet, hè? De bulze, de bladzijde van tot. Die had wat anders moeten staan. Die dan bulze van tot, dat geloof ik gelijk al niet. En dat is kamerstuk 2014 Z 14098. Het zal best. Dus jullie zitten allemaal goed met jullie billen op je matras of op een lekker stoeltje. Of misschien zit je wel lekker buiten. Hè? Lekker op een steen die opgewarmd is door de zon. Dat je denkt van, goh, wat zit ik lekker met mijn iPad. En wat is hier gebeurd? Nou, de vraag die gesteld is door de buitengewone raad is de eerste, dat is 1a. Is het inderdaad zo dat, zoals de separatisten in de media stellen, alle lichamen op de crash site inmiddels geborgen zijn? We hebben het over een vliegtuig en dat is vertrokken vanaf Schiphol. En ja, voor zover ik weet, de laatste keer, ik doe het niet meer hoor, ik word super chagrijnig van Schiphol. Ik kom er alleen nog even met de trein onderdoor scheuren en dan vind ik het mooi geweest. Maar bij Schiphol moet je toch echt je paspoort laten zien. Dus... En die vliegtuigmaatschappijen, dan moet je ook van tevoren een ticket kopen. Dus je weet gewoon wie er in dat vliegtuig zaten. En dat de separatisten, wie dat ook maar mogen zijn, hè? Want zo dadelijk worden ze pro-Russische separatisten genoemd. Maar de separatisten, die stellen dus... dat alle lichamen geborgen zijn. De vraag had natuurlijk moeten zijn... zijn alle lichamen geborgen? Dat zijn dus drie woorden. Zijn de lichamen, mag je ook nog zeggen. Je hoeft niet eens te zeggen alle, je mag zeggen zijn de lichamen geborgen. Zodat die mensen... een fatsoenlijke begrafenis, uitvaart. Sommigen willen gecremeerd worden. Maar dat iedereen een uitvaart mag krijgen. En dat de separatisten eventjes gaan zeggen... ze hebben alle lichamen gevonden. Dit is allemaal... En dan gaat onze... buitengewone raad, buitenlandse zaken... die wil wel weten...
Want, oh, hebben die separatisten gelijk? Wat is dit? Nou, het antwoord van het kabinet. Wat was ook weer het verschil tussen het kabinet en de regering? Maar dat is dus de regering. Dat zijn de mensen die ons de baas spelen, omdat ze zo ontzettend intelligent zijn. Zoals Ivo Opstelten. En dat is het antwoord van het kabinet op 15 augustus. Het is op dit moment nog niet bekend of alle lichamen zijn geborgen. Het kabinet stelt daarom alles in het werk om zo snel mogelijk terug te keren naar het rampgebied. Zullen we even gaan rekenen met z'n allen? Dus hoeveel is ook weer 7 min 6? Weten jullie dat nog? En 3 keer 4? Het ging gewoon om een heel specifiek aantal mensen waarvan de namen, paspoortnummers en alles genoteerd was. En misschien was er wel eentje en die heeft een ticket gekocht en die heeft alles overlegd. Maar die is niet opkomen dagen omdat hij de trein had gemist. En die leeft nog. Maar ook die kan je een e-mail sturen. En ook die mag ik van jou, overheid, Mark Rutte en co, ervan uitgaan dat je zo iemand binnen 5 seconden kan vinden. Via zijn e-mailadres en zijn mobieltje. Waar betalen we alles al dat geld voor? En waar het dus om gaat, er waren gewoon 198 Nederlanders. Plus nog wat buitenlanders. Maar we weten van al die mensen hun namen. En paspoortnummers. En vliegtickets, dingen. We kunnen ook helemaal gaan nazoeken van klopt het dat je vader op dat vliegtuig zat. We kunnen gewoon naar die mensen toe gaan. We kunnen ze gaan tellen. En we kunnen precies weten, we missen er nog 7. Of 13. En het antwoord van het kabinet, het is op dit moment nog niet bekend of alle lichamen zijn geborgen. En we gaan er wat aan doen. Dat is geen antwoord. De vraag was, zijn de lichamen geborgen? Zijn ze, dat de familie een uitvaart kan gaan houden? Er zijn dus een aantal families die hebben dus hun lijk nog niet terug. Het stoffelijk overschot. Zijn alle stoffelijke overschotten geborgen? En zo nee, van hoeveel missen we er dan? Ergens hangt er dus, ergens in de Oekraïne dus, op 15 augustus 2014, hangt nog een lichaam van een mens in een eikenboom of zo. Of is dat inmiddels opgefroten door de lokale hondenbeweging? Ook een soort separatisten. Maar dit is een ontwijkend antwoord. Dit slaat helemaal nergens aan. Nou, dit is maar vraag 1, hè? En dan vraag 2 van 1. In uw brief geeft u aan, er bestaat een kleine kans, dus de aanhalingstekens, puntje, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen, puntje, dat alle slachtoffers uiteindelijk kunnen worden geïdentificeerd. In hoeverre verkleint de opschorting van de missie deze kansen? Het is natuurlijk moeilijk, je weet gewoon wie er aan boord waren van het vliegtuig. En daar moet je van aftrekken. Dat is niet een pornografische opmerking, maar is gewoon van aftrekken. De mensen die zich achteraf hebben gemeld van ja, ik had wel een ticket gekocht, maar ik zat niet in dat vliegtuig. Maar dat zijn de mensen die je kwijt bent. Ja, en weet je dan precies wie is? Nou, ik mag hopen, in de meeste van de gevallen wel. Als ik in het vliegtuig zit, dan heb ik toch minimaal mijn paspoort bij me. En die zit niet
boven op mijn hoofd met een elastiekje wat eraf kan vliegen. En dat paspoort zit gewoon in mijn binnenzak. En ik heb ook altijd mijn portemonnee heb ik bij me. En in mijn portemonnee zit mijn ID-kaart. En die is misschien wel verlopen, maar dan weet je wel dat ik het ben, of niet? Dus hoezo een kleine kans dat alle slachtoffers uiteindelijk kunnen worden geïdentificeerd? Je weet toch gewoon wie die dood zijn? Er zijn al die lui die hebben een kaartje gekocht voor het kutvliegtuig en die zijn dood. En dat je de lijken niet kon vinden, ja, dat is een schande. Maar je weet wie het zijn. Het antwoord van het kabinet is, het is over die kleine kans dat alle slachtoffers uiteindelijk kunnen worden geïdentificeerd. In hoeverre verkleint de opschorting van de missie deze kansen? Dus die missie is dus opgeschort. En dat was toch 17 juli en we hebben het over een maand later. Nou, het antwoord van het kabinet, de missie is opgeschort vanwege de veiligheidssituatie in het rampgebied. De aanwezigheid op de rampplek kan de kans op het vinden van stoffelijke resten vergroten. De kans op het vinden van stoffelijke overschotten en de identificatie hiervan wordt met de tijd kleiner. Niettemin blijft het nuttig om verder onderzoek uit te voeren wanneer de veiligheidssituatie dit voor langere tijd mogelijk maakt. Er is een vliegtuig neergestort, dat is opgestegen van Schiphol in de Oekraïne. Dat kan net zo goed een motorstoring zijn geweest. Ja. Wij willen die stoffelijke overschotten terug om die mensen, die families, de gelegenheid te geven om een uitvaart te houden. En een stelletje separatisten die verhinderen dat. Waar zijn onze F-16's gebleven? Hebben die verkocht? We konden er een goede prijs voor krijgen. Waar zijn die mariniers van ons? En hebben wij geen wapens? Wij komen toch onze stoffelijke overschotten ophalen? En als je ons erin tegenhoudt, dan schieten we gewoon voor je eigen stoffelijke overschot. Hebben we fucking geen leger? Nee. Het is allemaal heel gevaarlijk. Hij was zo gevaarlijk. Nee, dat konden we niet. Niettemin blijft het nuttig om verder onderzoek uit te voeren wanneer de veiligheidssituatie dit voor langere tijd mogelijk maakt. Ja, want wij zijn pussies. Als er maar een kat in de rondte loopt, dan gaan onze soldaten al gewoon met de staart tussen de benen, gaan ze terugvluchten naar Nederland. Nee, we konden geen stoffelijke overschotten vinden, want er liep een kat. En ik keek heel boos. Je hoort het al een beetje aan mij, ik ben behoorlijk pissed off hierover, hè? En waar ik vooral pissed off over ben, is dat jullie dit gewoon slikken voor zoete koek. Want het staat in de fucking Trouw en het was al helemaal uitgezocht, dezelfde dag al. Hè? Om 5 uur 's middags ging dat vliegtuig down. Nou jongen, dan moesten ze om 11 uur 's nachts moesten ze gaan drukken om die kranten om 6 uur 's morgens in de Ardennen te hebben. Maar in een paar uur tijd hadden ze alles uitgezocht. En jullie vreten dat gewoon. En je denkt dat het leuk is? Want er staat wat in de krant. Met een mooi verhaal over een bukraket. Ooit gehoord van het woord bukken? You a-holes. En dan zit ik hier dus. Dit was in fucking 2014. En dit is nu fucking 2016. En dan moet ik daar. Het is echt. Ja. Ha!
Maar goed, we lachen gewoon lekker door. En ik mop natuurlijk niet tegen jullie, hè. Want jullie luisteren naar mij. Ik bedoel jullie niet. Maar wel de mensen die niet naar me luisteren. Want dat zijn de ergste jullies die er zijn. Nou, dan krijgen we dus vraag nummer 1, deel 3. Dat is nummer C. We moeten tot de fucking I. Heeft iemand reeds de plekken waar grote wrakstukken, tussen haakjes, zoals de romp en de cockpit, en de haakjes sluiten, zijn neergekomen, grondig doorzocht op de aanwezigheid van, tussen haakjes, verkoolde, haakjes sluiten, slachtoffers? Zo nee, waarom is dat niet gebeurd? Oh, wat erg, mensen. Oh, wat erg. Dus de grote wrakstukken zoals de romp en de cockpit. Ja, de vleugels lijken mij ook best groot, hoor. Maar ja. Ja, ik weet niet. En er zat misschien wel een vent van 200 kilo. Die lijkt mij ook best groot. Dat lijkt me ook een groot wrakstuk. Maar de plekken waar grote wrakstukken zijn neergekomen. Welke plekken zijn dat dan? Hebben ze daar coördinaten van? En heeft iemand reeds de plekken grondig doorzocht? Waar waren we ook alweer? Hè? Ze durfden er toch niet naartoe? Veel te gevaarlijk. En dan komt die grappige. Op de aanwezigheid van verkoolde slachtoffers. Dit is heel erg smerig satanatisch. Oh jee, ik word echt helemaal oververhit. Maar dit is echt smerig taalgebruik. Want daar gaat het helemaal niet om. Dat de stoffelijke overschotten, die moeten er terug. Kijk, dat kapotte vliegtuig, dat mag de Oekraïne wel houden. Dat doen ze daar maar naar de schroothoop. Maar die stoffelijke overschotten, die moeten terug. Want die moeten hier een uitvaart krijgen. Zo was dat in die tijd, toch? En waarom zouden de slachtoffers verkoold zijn? Ik bedoel, als het officiële verhaal was, er is dus een raket afgeschoten en er was een surface air missile, een SAM, surface to air, een SAM. Dus heb je een installatie op de grond, dan doe je een raket moet erin en dan heb je ook nog, in het geval van die bug, je moet meerdere meetpunten hebben. En dan kan je precies dat ding uitmeten, dat vliegtuig, waar die vliegt. En die computer moet je de rest laten doen. En op het moment suprem moet je op de knop drukken. En dan boom. Nou, zo'n ding. Je kan bijvoorbeeld, als het maar een vleugel raakt, dan ben je al klaar. Als een vliegtuig één vleugel verliest. Ja, wat je natuurlijk kan hebben, is dat je de romp raakt. Dat is ook goed. En dan breekt dat vliegtuig in tweeën. Wat je ook kan krijgen, is dat de hele boel in de hens gaat. En dat je ook nog een napalm erin doet of zo. Maar waarom zouden de mensen in dat vliegtuig, die door een bug worden geraakt, waarom zouden die verkolen? Ik vraag het gewoon nu aan jou. Stel je maar voor, we gaan komende zomer, volgende zomer, ga je gewoon lekker naar Ibiza. Zit je ook in een vliegtuig? Wat is de kans dat jij verkoold op de grond komt? Ook al is er een explosie. Want er is een ongelooflijke hoeveelheid turbulentie daarboven. En you believe me, als die romp breekt, dan heb je nog die kerosine. Ja, die zitten in de vleugels. En die raket, die doet alleen maar boom. En die is klaar. Gewoon, net als een oude man op zaterdagavond.
bij een sociaal medewerker voor 20 euro. Maar die is gewoon klaar. Hoe kan je dan verkoold omlaag tuimelen? In al die frisse lucht. In de Oekraïne. Nou, het antwoord van de overheid. Dus de vraag was of er iemand is geweest. Dus kennelijk heeft het kabinet. Nee, de bijzondere. Weet ze dan ook alweer? Ik ben mijn wc, ja? Dus de bijzondere. Nee, het is de buitengewone raad. Dus de buitengewone raad. Die wil dus weten of er überhaupt iemand is geweest. En ze hadden natuurlijk niet kunnen zeggen. Ja. Er was namelijk een Oekraïense krokodil. Dat kan natuurlijk niet. En het antwoord van het kabinet. De regering is het kabinet plus de koning, toch? Maar het kabinet, die praat dus namens de koning. Allemaal twee handen op één buik. De lokale bevolking heeft een rol gespeeld bij de berging van de slachtoffers en hun persoonlijke bezittingen. De missiepartners hebben op basis van een eerste scan de nadruk gelegd op 6 plaatsen in het rampgebied. Daar waar de kansen, stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen te vinden het grootst werden geacht, waar de veiligheidssituatie het zoeken toeliet en waar toegang kon worden verkregen. De politie wil bij een veilige situatie nog een keer terugkeren om gericht te zoeken, om uit te sluiten dat stoffelijke overschotten achterblijven. De lokale bevolking heeft een rol gespeeld bij de berging van de slachtoffers. Nee, het is niet de berging van de slachtoffers, de berging van de stoffelijke overschotten. Want iedereen was hartstikke dood. Dus dat is al de eerste die lelijk is. En de missiepartners, die ken ik niet. Ik weet niet wie de missiepartners zijn in dit verhaal. Is dat Mark Rutte met zijn moeder? Maar kennelijk bestaan er dus missiepartners. En die hebben op basis van een eerste scan. Nou, dat betekent dat dat kabinet zich hier al vrij speelt. Want het was uitsluitend op basis van een eerste scan. Niet een zorgvuldige scan, ben jij gek? En ze hebben de nadruk gelegd op 6 plaatsen in het rampgebied. Nou, 6 plaatsen in het rampgebied, dat lijkt me nogal wieders. In die zin dat je alleen maar op plaatsen kan zoeken in het rampgebied. En waarom maar 6? Nou, wordt hier gezegd. Dat zijn de 6 plaatsen waar de kansen, stoffelijke overschotten, waar de kansen om iets te vinden het grootst werden geacht. Dus bij 6 plaatsen dachten ze, nou, daar kunnen we wel wat vinden. En die plaatsen waren ook, die zijn ook geselecteerd op het feit dat de veiligheidssituatie het zoeken toeliet. En waar toegang kon worden verkregen. Kijk, dat is ook dubbel op. Als je wil weten hoe mensen liegen, nou zo liegen ze dus. Hier staat het letterlijk, hè? Het zoeken toeliet en waar toegang kon worden verkregen. Dat is dubbel praat. Dat is 2 keer hetzelfde zeggen. En waar zijn onze fucking mariniers? Hebben die geen AR-15's meer of zo? En dan gaan ze zeggen, de politie, welke fucking politie? Mag ik even weten welke politie? De Oekraïense politie?
Welke politie? Wij? Wij willen bij een veilige situatie nog een keertje komen kijken of daar nog stoffelijke overschotten liggen. Van oom Jan, die boven in de eikenboom hangt. Maar dat doen we alleen maar als de situatie veilig is. Want wij Nederlanders, wij hebben geen leger. Wij hebben poesies alleen maar. En wij kunnen niet op tegen die Oekraïners, ben jij gek? Want die hebben er zat van. En die houden niet van de Europese Unie. En die denken erover om zich aan te sluiten bij Poetin. En dan zijn ze nog net zo slecht af. Ja, en dat is dan de treurnis voor die separatisten. Vraag nummer 4 van Ena. In welke mate is door de lokale bevolking reeds gebruik gemaakt van de mogelijkheden informatie over stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen te geven? Kunnen deze mogelijkheden ook gebruikt worden voor het delen van informatie die relevant is voor het onderzoek naar de toedracht van de ramp? Zo nee, waarom niet? Nou, snap jij deze vraag? Dus de lokale bevolking, die heeft een zoekoperatie uitgevoerd. En daar zijn filmpjes van gemaakt. Die mensen waren uitermate geschrokken. Want wat er nou precies gebeurd is, weet ik ook niet. Maar in allerlei weilanden lagen allemaal stukken aluminium en ja, er lag van alles. Paspoorten met een gat erin geknipt. En in welke mate is door de lokale bevolking reeds, dus inmiddels, gebruik gemaakt van de mogelijkheden, blablabla. Ja. En de laatste is dan, zo nee, waarom niet? Kennelijk wil dus de volksvertegenwoordiging weten van het kabinet. Waarom hebben die Oekraïners ons nog niks verteld wat er gebeurd is? Komt dat omdat die website te slecht is? Het slaat helemaal nergens op. Want het gaat helemaal niet om onze lokale bevolking. Antwoord van het kabinet. De bevolking is opgeroepen vondsten te melden, maar zoals onlangs ook in de stand van zaken brief gemeld is. Nou, daar ben je mij al kwijt. In de stand van zaken brief gemeld is, is dat Engels? In de stand van zaken kort gemeld is. Heeft de interimmissie nog geen meldingen van stoffelijke resten of persoonlijke eigendommen ontvangen? De eventuele mogelijkheden en informatie die hieruit voortkomen zijn ook beschikbaar voor het onderzoek naar de toedracht. Zie ook de stand van zaken, brief van 27 augustus, jongleden. Oké, dit is dus 27 augustus. Maar dit was toch... Dit is 15 augustus. Ben ik dan gek? Zie ik ze vliegen? Hier staat 15 augustus. En dit is 27 augustus. Ben ik hier Sherlock Holmes of zo? Of ben ik dokter Watts? Watson? Ben je nog? Jezus, mijn Christus. Kijk, er is gelijk door Hans Timmermans. Ze mag je die man gewoon noemen, want voor die man hoef je wat mij betreft geen respect te hebben. Hij kan goed een aantal talen, maar praten niet echt. Hij kan dus in verschillende talen, in het Nederlands, in het Frans, in het Duits, in het Engels, waarschijnlijk ook in het Russisch, is hij uitstekend in staat
om niks te zeggen. Misschien zelfs wel Italiaans ook. Maar Hans Timmermans, die heeft zich ongelooflijk lopen erg ergeren aan het feit dat er dus mensen waren die dus paspoorten gevonden hadden. Daar hebben ze allemaal YouTube-filmpjes van gemaakt. Maar kennelijk heeft het kabinet zoiets van, ja, je zet wel een filmpje op YouTube, maar wij willen gewoon een officiële mededeling op overheid.nl. En dat moet wel netjes ingediend worden via de secretaresse van de tweede verdieping. En dan wordt het doorgespeeld. En als die mensen zich daar niet aan houden, noemen wij dat geen melding. Die stoute separatisten toch. Die stoute Oekraïners. Die het niet eens waren met het landsbeleid. Ze wilden gewoon af van de Oekraïne. En dan maar bij Rusland. Nou, krijgen we vraag nummer 5 van 1. Heeft de interactie van de interimmissie met de lokale bevolking geleid tot concrete aanwijzingen? Welke interactie is er eigenlijk geweest? Was dat Hans Timmermans die... ik zeg het weer fout, maar... Nou ja, maakt niet uit, maar je weet over wie ik het heb. Maar die heeft een interactie gehad met die lokale bevolking. Die heeft ze namelijk uitgemaakt voor rotte vis. Voor een stelletje scumbags. Heeft ze gewoon echt voor afgezeken. Ook weer bezopen. Ja, het is zelfs over bezopen, dat ze bezopen waren. Drunken of zoiets. En heeft het dan geleid tot concrete aanwijzingen? Nou, dan moet ik nou naar de volgende pagina. Dat lukt dus zo dus niet. Denk ik wel. Nee, dat moet ik niet. Heel een paar seconden wachten. Heel even. Zeg maar heel even. Ja, terug. I'll be back. Zijn er dus concrete aanwijzingen? Ja, is het antwoord van het kabinet. Er zijn aanwijzingen verkregen over plaatsen waar vooral persoonlijke bezittingen te vinden zouden zijn. Door opschorting van de missie in verband met de veiligheidssituatie kon niet op alle plekken worden gezocht. En hier staat een dubbele spatie. Dat kunnen jullie ook zien, hè? Dat klopt niet. Dus hier heeft iemand zitten copy-pasten. Als je mijn secretaresse was en ik zag dit staan in een offerte, dan kwam ik toch echt even naar je toe. En niet dat ik dan boos word of zo. Daar heeft het niks mee te maken. Maar geen dubbele spaties graag. Dus er zijn dus aanwijzingen verkregen over plaatsen waar vooral persoonlijke bezittingen te vinden zouden zijn. Dus die Oekraïners, die hebben dus doorgegeven aan de interimmissie. Nou, daar ligt een handtas hoor. En daar ligt een koffer. En achter die boom, daar ligt een paspoort. Hoezo vooral persoonlijke bezittingen? Waar baseert men dit op? En door opschorting van de missie in verband met de veiligheidssituatie, dat is dus omdat we hebben geen echte militairen meer. Allemaal poesies. De militaire training tegenwoordig, dat is denk ik kussengevecht. En dan wel op een veiligheidsbalk. Met natuurlijk een matje eronder, dat als je van de balk afvalt, dat je wel zachtjes valt.
En mensen met een bril, die hoeven niet mee te doen. Die mogen wat anders doen. Die gaan sjoelen. Gewoon lekker sjoelen. En dan ben je ook fysiek bezig. Hè. Dat is ook een beetje tsk, 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 tsk. Maar gewoon een leger hebben wij niet meer. Als wij ergens naartoe willen om onze stoffelijke overschotten te verzamelen en terug te brengen naar de rouwende families. Onze jongens hebben daar geen ballen meer voor. Die hebben veel te veel BPA's gegeten in hun tekorte jeugd. Een BPA, dat is een weekmaker. Kijk het maar op bij Alex Jones. Wordt het werk van de interimmissie voortgezet? Zo ja, wat is de stand van zaken? Nou, daar kan ik heel snel over zijn. Het is nu 2016 en dit fucking stuk is dus van... Ja, wanneer is het nou precies? Waar? Dat weet ik ook niet. Daar weet ik nog helemaal niks van. Maar wat hebben ze nou gedaan? Die radarbeelden hebben we niet. De black box hebben we niet. De zwarte doos heet dat. We hebben helemaal niks. En hoe heten die mensen eigenlijk? Is het helemaal... Is het gewoon een totale bullcrap? Dat ze gewoon een leeg vliegtuig uit de lucht hebben laten knallen? Maar dat kan ook nog een keer. En die arme Oekraïners die krijgen al die... al die shit over hun heen. Al dat aluminium. Ja, en hoe kunnen we de rotzooi opruimen? En flikkeren wij er ook nog een paar knuffels tussen... Van Pokémon of zo. En een paar valse paspoorten met gaatjes erin. Is het dat? Het zou kunnen hoor. Ik ga het niet lopen ontkennen. Dat is niet onmogelijk. Maar is het dat? Daar gaat het wel steeds meer op lijken. En dat is niet zo fraai. Want voor hetzelfde geld zaten er gewoon echt levende mensen in dat vliegtuig. Dan moet je als luisteraar, kijkeraar, goed rekening mee houden. En op deze manier ga je daar niet over praten. Antwoord van het kabinet. De interimmissie continueert haar inspanningen in Oekraïne in de samenstelling zoals die in de stand van zaken brief 14 augustus jongstleden is uiteengezet. Ja, wat is dat voor een antwoord? Dat je inspanningen continueert in de Oekraïne, dat lijkt me nogal wieders, want daar is het vliegtuig omlaag gegaan. De bevolking in het gebied wordt nog steeds actief benaderd. Via pers en het netwerk van de ambassade zijn telefoonnummers bekendgesteld. De bevolking kan daarvan gebruik maken om melding te maken van de vondst van stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen. Op 13 augustus jongstleden is hierover een bericht gepubliceerd door Oekraïense media en ANP. Dus het Algemeen Nederlands Persbureau heeft op 13 augustus de bevolking in het gebied actief benaderd. Het ANP heeft daarover bericht. En die heeft tegen die Oekraïners gezegd... Denk je er eventjes om. Er zijn telefoonnummers bekendgesteld hoor. En als jij wat vindt in het rampgebied. Want wij durven daar niet naartoe. En jullie wel. Jullie hebben wel het lef. Om gewoon even het weiland in te lopen. Om te kijken wat er ligt. Maar wij Nederlanders niet. Want wij zijn pussies. Jo, nou, het ANP heeft ook in de Nederlandse pers verteld dat die Oekraïners die wel het lef hebben om in het rampgebied te gaan zoeken, dat ze ons moeten bellen. Man, wat schaam ik me ervoor om Nederlands te mogen praten. De missie,
Dat is dus de interim missie. Hè? Dit is weer fout taalgebruik, want dit is de interim missie, toch, of niet? Is het dan de missie of de interim missie? Legt eveneens contacten met lokale autoriteiten in het rampgebied. En dan tussen haakjes de nabijheid van. Ja, wat de fuck heb je het over? Er is een vliegtuig op iets van, was het ook alweer? 30.000 voet? 10 kilometer? Die is poef gegaan? Nou, dan kan je gaan narekenen met de stelling van Pythagoras hoe groot de cirkel is waar het allemaal terecht gaat komen. Dat is niet recht daarboven. Dat kan overal liggen. En hoe was de windrichting trouwens tijdens de explosie? Wat waren de weersomstandigheden? Legt eveneens contacten met lokale autoriteiten in de nabijheid van het rampgebied. Zoals gemeentehuizen, ziekenhuizen, politiebureaus en maatschappelijke instellingen die nog aanwezig zijn. Nou. Kijk, jullie willen natuurlijk allemaal leren liegen. Hè? Als je goed kan liegen, dan kan je monies krijgen, jongen. Maar dit is dus liegen. Gemeentehuizen, ziekenhuizen, politiebureaus en maatschappelijke instellingen die nog aanwezig zijn. Wat bedoelen ze hier? Ze impliceren dus, want kijk, de gemeentehuizen, ziekenhuizen, politiebureaus en maatschappelijke instellingen, die verdwijnen daar bij bosjes. Of zo. Er zijn er nog maar een paar aanwezig. Want je kent het wel, de Oekraïne, niet heel veel meer aanwezig. Via hun netwerken kunnen zij de bevolking in het rampgebied oproepen, vondsten via de telefonische meldpunten door te geven. Dat hebben we net al gehad. Hè? Dit is al gezegd. Via de telefonische meldpunten zijn op het moment van verzending van deze antwoorden geen meldingen binnengekomen. Ja, dat is een mooi lied in de Nederlandse taal. En dat gaat als volgt. Mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Heb ik iets gedaan dan? Nou, daar weet ik niks van. Of woorden van gelijke strekking. En daarbij speelt dat de veiligheidssituatie in het rampgebied onverminderd slecht is. Dit maakt dat de bevolking, voor zover nog aanwezig in het gebied, andere zorgen heeft. Ja, inderdaad. Het zijn toch onze fucking stoffelijke overschotten? Die komen wij toch ophalen? We gaan toch niet aan die Oekraïners vragen om Hendrik te gaan begraven? Ah nee, allemaal 198 Nederlanders, ja, en die Oekraïners, die moeten er maar voor zorgen hoor. Want zij hebben het vliegtuig uit de lucht geschoten. Dus dan moeten ze ook maar die doden opruimen. Oké, en dan hebben we dus hier vraag nummer 7. Hoe snel kan de repatriëringsmissie weer worden opgestart? Nou, repatriëring, dat betekent terug naar het vaderland. Het gaat om het terughalen van de stoffelijke overschotten. Maar in de regel wordt het woord repatriëren, dat wordt alleen maar gebruikt bij levende mensen. Als ik doodga in Suriname, dan hoef je mij niet te repatriëren. Stelt niks voor. Kom op. Want ik, ja, voor zover ik dan niet. Maar als ik gewoon doodga in Suriname.
Dan mag je mij gewoon daar laten doodgaan. Wat wij willen weten, we zijn families. En die zijn hun familieleden kwijt. Zeggen ze. En laten wij die families geloven. En die wilden gewoon een uitvaart. Meer niet. Nou, en dan is de vraag dan, hoe kunnen we dan ervoor gaan zorgen dat die stoffelijke overschotten naar Nederland komen? Zodat die families de uitvaart kunnen doen. En dan is het antwoord van het kabinet dat Nederland in staat is om snel de missie te hervatten. Zodra de veiligheidssituatie dat toelaat. Samen met de missiepartners is hiertoe een plan opgesteld. Nou, dit doet me gelijk denken aan George Bush met zijn fameuze toespraak uit 1990 op 11 september. 11 jaar voor de grote gebeurtenis, of 10 jaar, wat was het nou precies, maak het uit. En tot hij zei, now I can see a new world order coming. Samen met de missiepartners is hiertoe een plan opgesteld. Mag ik hem even omdraaien? Wat heb ik aan een plan? Wat heb ik aan een New World Order die eraan aan het komen is? Ik wil gewoon een New World Order. En niet Cephas, niet straks, maar gewoon hoort het nog. Verdomme. Maar met dit soort lulantwoorden, samen met de missiepartners, en ik weet godverdomme niet wie de missiepartners zijn. En wat is God een klootzak dat hij mij deze tekst laat lezen. En dan vergeef mij mijn verdriet. Vraag nummer 8. Welke diplomatieke acties lopen op dit moment om wederom toegang tot de rampplek te verkrijgen? Vraagteken. Heeft Oekraïne afspraken over medewerking geschaad? Vraagteken. Wat verwacht u concreet op dit moment van Oekraïne en Rusland? Dit zijn dus 3 vragen. Heeft Oekraïne afspraken over medewerking geschaad? Nou, we gaan even kijken. We zijn bij het einde. Oké, dus Oekraïne zegt hierbij toe alle medewerking te verlenen. Dus dat zal dan wel. Oké, dus de Oekraïne heeft geen afspraken over medewerking geschaad. Okay. Wat verwacht u concreet op dit moment van Oekraïne en Rusland? Het kabinet verwacht dat zowel Oekraïne en de Russische Federatie zich houden aan de bepalingen van VN Veiligheidsraad Resolutie 2166. Kijk, Veiligheidsraad resoluties, die worden, daar veeg je altijd je kont mee af. Hè? Daar houdt niemand zich aan. Daarin worden alle partijen opgeroepen tot het in acht nemen van een staakt het vuren rondom het rampgebied. In het verlengde daarvan heeft Nederland, net als andere westerse bondgenoten, herhaaldelijk bij Rusland aangedrongen om zijn invloed aan te wenden de separatisten hiertoe te bewegen. Nederland en de Europese Unie, de EU, blijven bij Rusland aandringen op de-escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne. Wat zegt men dat nou? Wat maakt mij het uit dat die Oekraïners, net als de Schotten, willen ze af van zo'n paraplu van parasitaire instanties. En dat is hun probleem. En die Oekraïners, je moest eens weten wat ze overkomen is tijdens de onder Stalin. En Stalin, dat was net als die
Heet hij ook weer die zanger? Heet hij nou Silberman of zo? Een hurricane. En Jozef Stalin was gewoon en die heeft de Oekraïne geneukt, jongen. Dat de Oekraïne terug wil naar de Sovjet-Unie, daar geloof ik gewoon helemaal geen biet van. Ze zouden beter moeten weten. Het zijn hun vriendjes niet. Maar goed, de eerste vraag. Welke diplomatieke acties lopen op dit moment om wederom toegang tot de rampplek te verkrijgen? Ik doe vandaag nog I, dat is nummer 9. En dan gaan we vraag nummer 2. Ik weet niet of ik daar nog zin in heb. Ligt eraan hoeveel luisteraars, kijkeraars ik krijg. De mensen die zich interesseren voor dit soort dingen. Maar diplomatieke acties om toegang tot de rampplek te krijgen. Nou, het verhaal is... Er is een vliegtuig opgestegen van Schiphol met daarin bijna 200 Nederlanders. En dat vliegtuig dat heeft het eindpunt niet gehaald. Dat is ongeveer in de buurt van Oost-Oekraïne is dat ja, tegen de grond aangeflikkerd. Dat wordt verteld. En dat stond in de Trouw. En wij willen de stoffelijke overschotten terug. En dat hadden we gewoon moeten doen. En je gaat niet beleefd vragen of dat mag. Je gaat onmiddellijk, en dan bedoel ik onmiddellijk, zonder middelen. Je gaat onmiddellijk naar die plek. En je gaat die stoffelijke overschotten terughalen. En als daar dan idioten zijn die denken dat ze pro-Russische separatist moeten zijn. En die lopen een beetje te zwaaien met een tweedehands Kalashnikov. Ja, die tetteren wij gewoon omlaag. Of niet? Of ben ik dan godverdomme de enige die nog een beetje mannelijk is? Pussies. Hoezo diplomatiek? Wat diplomatieke actie wil je dan? Wat je kan doen, dat is een diplomaat die zegt, nou, ik denk niet dat het verstandig is dat Nederland zijn stoffelijke overschotten terughaalt voor de uitvaarten. En die schiet je gewoon dood. Gewoon een klok tegen zijn hoofd. Pah! Het leven is geen grapje, mensen. En dan kunnen mensen, die zijn er, die hebben hun ziel verkocht. Dat hebben ze echt gedaan. En die zijn helemaal van het padje af. En die zitten dit soort bullcrap over ons heen te storten. Nou, dan gaan we even verder met de laatste dom. Staan de belangen van Nederland, bijvoorbeeld toegang tot rampplek, medewerking aan... Oh, wat een slecht Nederlands is dit. Deze zin moet ik even pakken. Even wachten, mensen. Kijk even met me mee. Ja. Dit gaat allemaal over leven en dood. Dit is de vraag. Staan de belangen van Nederland, bijvoorbeeld toegang tot rampplek,
medewerking aan onderzoek nog steeds op de internationale agenda's. Bijvoorbeeld op de agenda van het overleg van de Russische, Oekraïense, Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken. Nou, het antwoord is nee. We gaan gewoon... Ik weet niet of het een hoax was. Misschien was het wel een leeg vliegtuig. Ik wil niemand beledigen. Maar de belangen van Nederland, die staan niet op internationale agenda's. Dat is niet waar. Nederland moet kapot. Maar gelukkig niet alleen Nederland. België moet ook kapot. Ze maken alles kapot. Maar goed, staan de belangen van Nederland, bijvoorbeeld toegang tot de rampplek, had ik gewoon gezegd. Hè? Niet tot rampplek. Medewerking aan het onderzoek. Nog steeds op de internationale agenda's. En het antwoord is... Er is binnen de Europese Unie veel aandacht voor MH17. Fout. Verschillende Europese Unie-lidstaten... Verschillende EU-lidstaten zijn getroffen door deze ramp. Het kabinet verwacht dat de aandacht van de Europese Unie mede hierdoor nog langere tijd op de vliegramp gevestigd blijft. Het kabinet verwijst voorts naar de beantwoording op vraag 1H hiervoor. Nou, dit gaan we natuurlijk eventjes controleren. Er is binnen de Europese Unie veel aandacht voor MH17. Ja, wat wij willen weten, dat vliegtuig, dat is dus uit de lucht geschoten. Zaten daar echt mensen in? Dat willen we als eerste weten. Is het echt waar? Of was het één grote toneelvoorstelling? Zoals Sandy Hoax. Al die andere dingen. Maar voor hetzelfde geld... is het waar. Want ik zat toen in de Ardennen. Met die twee vrienden van mij. En die ene was dus een homo. En hij had de caravan. En mijn vriend en ik sliepen samen in een Van der Waart tent. Echt zo'n vette, goede tent. En dan in de Ardennen. Dus. En bier, dat kost daar gewoon echt helemaal niks. Vergeleken met Nederland. En hij kreeg een telefoontje uit Groningen. Die vrijdagochtend. Met de mededeling dat een kennis van hem in dat vliegtuig zat. En die homo, die was daar hevig van ontdaan. Nou, dat zou ik ook zijn. En volgens mij speelde hij dat niet. En dan kan je nog verzinnen van, ja, het was een Mossad-operatie om Perry erin te luizen. Maar ik denk dat er echt mensen in dat vliegtuig zaten. En dat waren Nederlandse mensen ook. En dat ze... Ja, pof, het is een moeilijk verhaal. Maar dood zijn ze denk ik wel. En onze fijne, ja,
fijne regering, het kabinet. Dan gaan we één haar. Ja, die doen er helemaal niks aan. Maar wat is er nou gebeurd? Hoe zat dat nou in elkaar? Hoe kon dat nou zijn? Hoe kan je nou een passagiersvliegtuig over een gebied vliegen waarvan je weet dat daar bukraketten staan? Dat doe je toch niet? Ik kan hier ook met mijn dronken kop een taxi bellen en zeggen van ik wil naar ik ga naar Oost-Amsterdam. Maar ik wil wel veilig aankomen. En mijn taxichauffeur mag ik hopen ook. Dus dan kan ik gewoon bannenbuiksloot of zo. Waar al die mokro's havok lopen maken. Maar die taxichauffeur, die brengt mij daar veilig naartoe. Toch? Want die kent de buurt toch? Die gaat toch niet met opzet van tevoren door wat een andere lullige wijk daar. Zo'n banlieue. Dat doet hij toch niet? En deze piloot wel. Want die heeft dat bewust gedaan. Doet mij denken aan het Titanic. Waarbij die kapitein bewust tegen die ijsberg aanging. Hij schoot het goede dingetje af. Het antwoord op H. Oké. Wacht eventjes. Het kabinet verwijst voorts. Er zijn verschillende EU-lidstaten getroffen door de ramp. Het kabinet verwacht dat de aandacht van de Europese Unie mede hierdoor nog langere tijd op de vliegramp gevestigd blijft. En de rest staat bij 1H en die heb ik al helemaal besproken. Met die drie vragen. Welke diplomatieke acties lopen er? Daar gaat het helemaal niet om. Heeft Oekraïne de afspraken over medewerking geschaad, gaat het ook niet om. Wat verwacht u concreet? Daar gaat het ook niet om. Het zijn flauwe vragen. En ik denk dat ik nu dan toch nog eventjes 2A doe. En dan stop ik ermee, want anders word ik veel te zagrijnig. Jullie moeten mij wel serieus nemen. Want dit is namelijk waar. Dat geloof ik, hè. Even wachten. Even zo. Ja. Ja, dat is mooi. Dit is dan vraag 2, hè. Van bullcrap vragen. Maar wel weer een aardige vraag. Klopt het dat het terrein, dat is dus het rampgebied. Klopt het dat het rampgebied in de eerste dagen is onderzocht door een groot aantal bewoners van bewoners van het rampgebied? Dit klopt niet. Klopt het dat het rampgebied in de eerste dagen is onderzocht door de lokale bevolking? Ongeveer 800 mensen. Dat had de vraag moeten zijn. Dus die mensen die door Hans Timmermans beschuldigd werden van het waren dronken klojo's of zo. Je moet het maar even nakijken op wiki. internet.nl of zo. Maar Frans Timmermans, die heeft die mensen dus gewoon echt voor rotte vis uitgemaakt. Vanwege een filmpje. En het antwoord van de regering, van het kabinet, want de koningin is het eens met deze uiting, hè? De koning,
terug. Koning Willem-Alexander. Die was koning. Dus het kabinet spreekt namens de koning. Dat is in principe de regering. Het is correct dat het terrein in de eerste dagen is onderzocht met een team van ongeveer 800 vrijwilligers uit de omgeving van het rampgebied. Dat is wel correct verwoord. Dit is inderdaad waar. Dus 800 Oekraïners, die durfden het wel. Maar die Oekraïners, die hebben gewoon meer lef dan die suffe pussies van ons. Als een soldaat van ons maar een helikopter hoort, dan krijgt hij gelijk diarree. Dan loopt het hem dun in de broek. Zo is de Nederlandse soldaat. Maar de Oekraïners, gewoon een bewoners van het rampgebied, die mensen die daar woonden, die hadden wel het lef. En er konden nog wel eens vrouwen bij gezeten hebben ook. Nou, trots kunnen we zijn op onze Jantjes. Of hoe heten die Jantjes? Dat zijn mariniers. Zorg dat je erbij komt bij de marine. En wij kunnen gewoon helemaal niks. En we moeten gewoon eerlijk toegeven. Wij hebben als Nederland gewoon totaal verloren. Wij hebben ons bij de neus laten nemen met deze kutzooi. Wij durven helemaal niks. Wij hebben helemaal geen F-16's die vliegen, man. Dat is een hoax-conspiracy. We hebben misschien wel een F-16 die het doet, omdat die Amerikanen dat gemaakt hebben. Maar we hebben geen piloten die dat durft. Hè, om een F-16 op te starten. En een beetje te gaan rammen. Dat hebben we helemaal niet, man. Wij Nederlanders, wij zitten gewoon te wachten op de eerstvolgende dijkdoorbraak. Dan kunnen we de Drowning Man gaan spelen. Dat is een heel mooi nummer van The Cure. Dan moet je even gaan luisteren, jongen. The Drowning Man. Dat kunnen wij gewoon lekker gaan doen. Want wij Nederlanders, wij kunnen niks. Wij snappen niks. Wij kunnen niet rekenen. Wij geloven iedereen. Je dochter komt van verkracht thuis en je denkt... Nou ja, we bellen het politiebureau wel. Oh, er gebeurt niks. Nou, dat maakt me niet uit, hoor. Pussies zijn wij. Dat is een schande over ons. Maar God is daar niet blij mee. Dat kan ik je wel vertellen. Want als ik al pissed off word, dan ga je ervan uitgaan dat God ook pissed off is. Die had iets meer van ons verwacht. En voordat je nou helemaal in je schulp gaat kruipen, denken van, oh, wat is Perry streng zich. Nee, dat valt wel mee. Dat valt reuze mee. En dan ga je nog maar een keertje Jezus lezen. En dan snap je wel dat het heel erg meevalt. En wat hier nou precies gebeurd is met die MH17, ja. Speculatie. Maar die Oekraïners, die hebben dat niet gedaan. De lokale mensen hebben dat niet gedaan. Dat is gewoon niet waar. Het officiële verhaal is, het ging om een bukkenraket. Maar zo'n ding, dat is rete ingewikkeld. Je kan niet zomaar een vliegtuig uit de lucht schieten. Dan moet je echt rekening houden met de Corioliskracht, om het maar te beginnen. De aarde draait rond. En zo'n vliegtuig gaat alsmaar vooruit. En jij schiet dus op zo'n vliegtuig vanaf een ronddraaiende aarde. Je mag natuurlijk ook zeggen, conform de platte aardetheorie. Dat is Einstein eigenlijk. Dat vliegtuig, dat krijgt een versnelling door de ronddraaiende sterren. Dat mag je ook zeggen. Dat vind ik ook goed. Maar daar word ik zelf veel te duizelig van. Dus ik zie liever dat ik gewoon op een bol zit.
En ik vuur mijn bukraket af. En ik weet gewoon dat er een Corioliekracht is. En die moet ik corrigeren. En dat laat ik uitrekenen door een computer. En die computer weet precies onder welke hoek ik schiet. Want als ik... als ik gewoon met de draaiing van de aarde meeschiet, van het oosten naar het westen schiet, heb ik geen last van Corioliekracht. Maar als ik naar het noorden schiet wel. Nou, dan komt zo'n vliegtuig langs vliegen en die moet je gewoon uit de lucht zien te tikken. En je moet eens weten hoe nauwkeurig je dan moet schieten. Dus je moet echt, punt 1, je moet precies weten waar het vliegtuig vliegt en hoe hard het vliegt en in welke richting het vliegt. Dus je moet 3 coördinaten weten van de vliegtuig. En dan kan die computer, die kan als een tjoep, gaat er een rood lampje gaan branden en dan heb je fire, toe. Dat gaat hartstikke goed, maar dan moet je wel trainen. Dat gaat niet in 1 keer goed, wil jij zeggen. We gaan maar een keer met Windows 95 of weet je dat tegenwoordig? Is het nou Windows 98? Ja, ik ben wat oud. Dus ik weet niet meer hoe dat Windows heet. Maar hoe vaak krijg je niet een blauw scherm met witte letters? Of iets anders? Er zijn bepaalde dingen, die moet je niet doen. Je moet dat oefenen. En je kan niet zomaar in 1 keer raakschieten. Dat is niet mogelijk. Dus die mensen, als het een bukraket geweest was, wat heel goed kan, dan waren dat getrainde mensen. En het allemaal goed gevonden van tevoren. En die piloot, die zo dom was om er overheen te vliegen, ja, ofwel, hij was buiten het complot gehouden, en ze hebben hem gewoon gesacrificed. Net als die 200 Nederlanders en een tiental andere nationaliteiten. Zou kunnen. Alles bij elkaar opgeteld waren het er hooguit 300. Inclusief die geit die een stuk aluminium op zijn kop kreeg. En die ook doodging. Het waren maar 300 mensen. Dat maakt ze niet zoveel uit. Dit is helemaal geen nieuw nieuws. Dit bestaat al heel erg lang. En het antwoord, dat is Jezus. En dat is een voorlopig antwoord. Want er komt een wederkomst van Jezus. En dat wordt een hele nieuwe Jezus. Jezus in het nieuw. Eentje waar je wel blij mee bent. Het komt allemaal. Of we gaan er allemaal aan. Dat kan ook. Dus dat is ook heel goed mogelijk. Maar naar Jezus gaan wij luisteren. En wij gaan begrijpen dat Jezus sprak op een andere manier dan wat je hier nu in beeld hebt. Jezus was kort van frasen. Dus in vrede en in liefde, en omdat ik ontzettend veel van jullie hou, ga ik gewoon zeggen, tjus.